26 speciaal behoeftigen hebben met succes diverse vaktrainingen gevolgd om hun positie op de arbeidsmarkt te verbeteren. Het gaat om de vaktrainingen Computer Hardware, Module 1 en 2, Fietsenreparatie en Basis Hydroponics. Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling SAO, die deel uitmaakt van de Alliantie voor Decent Work voor Speciale Behoeftigen, heeft vanaf juli tot en met november de trainingen verzorgd aan de mensen met een speciale gave. De trainingen zijn in het kader van het Basic Need Trust Fund 9 subproject aan deze behoeftigen verzorgd. Reshma Kuldeep Singh, minister van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken, noemt deze groep een voorbeeld voor anderen die wel alles kunnen. Wij willen stimuleren. Wij willen gaan voor zelfredzaamheid. We kunnen niet iedereen bij de overheid accommoderen. Heel belangrijk is dat u een keuze maakt voor zelfredzaamheid. En een van de dingen waar we naartoe willen gaan is ondernemerschap. Zeker voor jongeren en mensen van de doelgroep. Uit de 26 geslaagden hebben 12 cursisten de training Computer Hardware Modula succesvol afgerond. 8 slaagden voor de vaktraining Fietsenreparatie en 6 ronden de vaktraining Hydroponics af. Alle geslaagden zijn beloond met een starterkit om hun nieuwe aangeleerde vaardigheden uit te oefenen. Het evenement eindigde met een dankzegging van een van de geslaagden. En ik ben blij, heel erg blij, ja, dat we het gaan kunnen doen. Het was wel een beetje moeilijk, maar we hebben geprobeerd, want we kunnen naar dat weet ik. Wij allemaal hebben hard ons best gedaan, we waren een beetje zenuwachtig, een beetje, ja, soms waren we een beetje boos en we zeiden het is moeilijk, we kunnen het niet, maar het ging wel. En daarom hebben wij met tevredenheid dit ook afgerond. Ik dank u wel, meneer Bruining, in het bijzonder, want u heeft hard gewerkt. U heeft ons altijd die ondersteuning gegeven. Soms waren we ook boos omdat het een beetje moeilijk was om ook te veel vragen te stellen. Maar u begreep dat, u heeft heel veel geduld met ons gehad. Dank u wel, meneer Bruining. En dat u ons hebt willen uitleggen om zo verder het goed te doen. Dank u wel. We zijn trots op u. En we houden van u.